Die moet me gewoon checken, man. Check die album, weet je, als ik uitkom. Dat kan ik alleen zeggen. Het is een hele waslijst. Wat Mystic Experience betekent, wie hij is. Op mijn album hoor je alles. Three initials. I'm be feeling on the spot. I represent O&O back to the docks, back to the rider. People see me driving through Kruiskade. Witte de wit, I spit the illest ish. So now you know my flow is ridiculous. I said it before, I need to say it again. Yes, I'm the marathon man. I run this game. Mystic Experience, you better holler my name. Or better know, Mystic Experience, once again, I hit you with this intellectual flow. Voor veel mensen ben ik een nieuwkomer. Zeg maar die nieuwe generatie, die old school, ja, mensen kennen me wel. Maar ja, die nieuwe generatie, ja, ik denk dat ze niet echt, ja, ze hebben sowieso niks dat ze kunnen, zeg maar, op kunnen bouwen van, hé, wat heb Mystic Experience gedaan dat laatst op tv was of op radio. Dat is wel een tijdje geleden, maar ja, beware, weet je, check it. Je hebt eerst in de Rotterdamse formatie Drastic Measures gezeten. Drastic Measures, ja. Vertel daar eens wat over voor de mensen die groep gemist hebben. Drastic Measures, als het goed is, 1998. Zij is gewoon een collectieve groep. Iedereen was solo. En we gewoon MC's bij elkaar, niet gesprokkeld of zo, maar gewoon bij elkaar gezet. En hebben we gewoon een live shows, zetten ze altijd strak in elkaar en dan, daarmee gingen we optreden. Maar iedereen was er sowieso als solo. In principe, de rest van is maar een collectieve groep. En in de jaren 98 waren we, zeg maar, wel een van de weinige groepen die, ja, Engelstalen toch kwalitatief naar buiten kwam. Niet zeg maar van alle Amerikaans, we hadden toch een eigen sound qua productie, gewoon als geheel. Welke members zaten er ook alweer in? ROC, D-Sun, Eject. Flame en als je DJ Code Red. Clever, getting better, my flow, yo, whatever, it's always increasing, y'all probably be bleeding, y'all vampires, you suckers, on the microphone, I'm a rider, damn a ducker, so now you know when I spit like this, it's a new flow, yes, Mr. Sweet in the place to be, Mystic Experience on the MIC, hip-hop, and you're smooth, it ain't nothing new, when I'm on the microphone, do this solo, without a crew. Wat was jullie doel op dat moment, als collectief? Album droppen, man. Album droppen. En van daaruit gewoon iedereen gewoon zijn solo ding. Maar gewoon eerst een album droppen, eerst een 12 inch en dan een album. Dat was ons doel. Maar het album is er nooit gekomen? Nee, is nooit gekomen. Waar heeft het toen de tijd aan gelegen? Ik weet het, man. Ik weet misschien dat het te lang geduurd heeft. Misschien met ups en downs, hè. Begrijp je? En dat, dat. Ja, als je heel lang met elkaar, we waren zeker 3-4 jaar bij elkaar. We waren ups en daarna hadden we downs. En misschien door die downs dat we zelf van, hey, weet je wat, iedereen gaat zijn eigen kant op. En even goede vrienden, doe je ding gewoon. Three initials, this my debut coming. So y'all probably soon be running to the store. Cop that twice, better three times. You know it probably shine without a bling bling. It's strictly wood, I'm strictly hood. Up, 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 up to no good. I never stutter, I'm so gutter. So everybody know I'm smooth like butter. Whatever I say, whatever I touch. Mystic Experience, ready to co-crush on Kink FM, cause I'm too kinky. Ja, die 12 inch, ja, ik had twee dope nummers. Had ze gelijk gezegd van, ja, ik moet ze uitbrengen en liefst 12 inch. Maar ja, daar is hiphop ook mee begonnen met 12 inch en cassette dan. Ja, ik kan niet met cassette uitkomen. Basef cassette en zo. Nee, gewoon gezegd van, laat me 12 inch droppen en dat heb ik gedaan. En ja, met de dope produce toen de tijd, weet je. Van Drastic ook, weet je. Lotus, weet je. Hij is jammer genoeg gestopt. Weet je toch? Dus ja, dat is ook voor hem iets. Weet je, hij heeft twee producten voor mij gedaan, die 12 inch en die CD dan, weet je, Snake Eyes en Bye van Manny. Ja, dat is zeg maar wel een item, weet je, collected items. En ja, die twee dingen zijn geen projecten of singles, ja, ik noem ze gewoon collected items, die komen niet op mijn album. Er komen 11 of 12 of zelfs 10 nieuwe joints op mijn nieuwe album.
Mystic experience bring the remedy, keep continue, so now you know. Mystic experience, yes indeed, let me go with this flow. I love this beat so I can go for whatever, minutes, three, whatever. Mystic experience, one of the live MCs in the place to be, cause I got it gully, yes the most ugly, the bearded mustache MC. So now you know I need to spit some reality, and that's, yo, today is summer 4th, we're going, yo, back to the 5th of May. I do this like, yo, replay a la day, every single day. Voor je album ben je bezig met een videoclip. Ja. Die is af. Die is af. En die wordt overal gedropt, zeg maar YouTube, noem maar op. Weet je, site, hiphop in Smoolof natuurlijk. Ja, overal drop ik hem, weet je. Wie weet komt het misschien op TMF of de andere grote zenders. Maar verwacht, ja, ik weet niet, weet je. Ja, gewoon droppen. Wat voor clip gaan we verwachten? Want ik herinner me een andere clip, Snake Eyes volgens mij. Ja, Snake Eyes heb je dan. En heb je Tyrion Practice live, het rijmen is laat. Ja, dit is gewoon in Rotterdam opgenomen. Allemaal mensen bij elkaar. Ja, het is... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is gewoon Kaya Taki. Dat is het. Ik moet zelf checken. Ik blijf Engels. En ik heb niks tegen Nederlandstalige rap of zo, weet je. Iedereen doet zijn ding, of Chinees, als het maar dope is, dat is voor mij. En ik kan me goed expressen in het Engels. En is het niet van, hé, zo, ik kan geld verdienen daar. Ik hou niet om me beperkt. Ik wil niet lokaal, ik wil gewoon. En het, met één taal kun je al iedereen raken, dus waarom moet ik twee talen gaan of drie? Better whatever, mystic experience, my flow is getting better, yes, y'all better cop my CD, yo, I need to promote myself, yes, constantly, someone need repeat, three initials, it's half streets, half biblical, yes, you know my flow is too lyrical. Je bent ook in Turkije geweest voor ja. Promotie ding. Ja man, dat was wel dope, mensen die op je joint en mensen hebben ook de video gezien en ja. Ze verstaan er niks, maar ze vinden het gewoon dope. Dus ja, ze viben gewoon op die track. Wat is er nieuw aan jouw album? Tussen alle andere hip-hop releases. Ik denk dat ik toch wel mijn eigen sound heb. Ook qua stem, qua productie. Ja, ik denk dat iedereen dat ook wel zegt. Maar ja, ze moeten het gewoon checken. Sowieso, die Kaya Taki is al sowieso iets nieuws. En dat is al... Niet dat helemaal album als Kaya Taki klinkt, maar dan kan je al zien, horen ook van hé, dit is iets verfrissend. Het is geen gimmick, het is gewoon ja, iets nieuws. Nog nooit heeft iemand zeg maar gewoon Engels gespit en dan gewoon met met je eigen straattaal gewoon iets op een zeg maar een product. Yo, I'm a vegetarian, so I don't want beef. But people want beef, I bring tofu to the streets. If you know what I mean, if you don't know, you better ask somebody. Rock parties, yes, I'm loving that big booties. But I'm not with that sex in the videos. No, I'm the professional lyricist. So we're going deeper than the abyss. Nobody can touch mystic experience. Ik heb sowieso nooit echt hoge verwachtingen. Had ik ook niet meer 12 inch. Het is gewoon, ja, voor jezelf is eigenlijk dope als je uitkomt, met eigen kracht ook. En ja, mensen om je heen, die eerlijk met jou zijn, zeg maar is, weet je, die vinden het dope. En dan weet ik zeker dat de andere mensen het ook dope vinden. En ja, je gaat toch meer voor jezelf, je maakt geen muziek voor jezelf, sowieso niet. Je wil gewoon gehoord worden. Niemand kan zeggen, ja, ik maak hiphop, ja, underground in de... Nee, ik maak gewoon hip-hop muziek. Het is gewoon muziek en ik wil dat andere mensen het horen. En ze mogen kritiseren, ze mogen diggen of wack vinden. Maar ik hoop dat het goed bevalt bij de mensen. Dat mensen zeggen van, hey man. Wat je zegt van, hey, eindelijk weer een dope Engelstalige hip-hop album. Niet Amerikaans, gewoon een eigen sound. Gewoon, je hebt zoveel talent hier in Nederland. Ook in het Engels. Waarom kan het niet? Ja, ik heb over nagedacht, ik zeg, mijn eerste album wil ik gewoon echt het gewoon mystic experience, wat je zei ook, ik heb gewoon veel te vertellen. En ja, de volgende album gewoon meer featuring, want ja, tegenwoordig heb je op albums, ja, ik noem het zeg maar mystic experience presents naar de allemaal artiesten. Dan hebben we misschien maar één joint solo. En ik zeg van nee man, ik wil nu gewoon
een solo, gewoon een solo album dat mensen horen van ja, Mystic Experience kan ook op zijn eigen houtje een album droppen. Dat is mijn visie. En ja, voor het album wil ik met andere mensen sowieso. Ik heb veel mensen op mijn lijst, mensen die met mij willen werken. En daar ga ik sowieso mee werken. Every day I hustle, so now you know without the drugs. No, I put my muscle, yo, KO mind records. Be running the streets, I be running with beats. I never be running off beats. No, Mystic Experience told you I don't want beef. I give you what you need. Yo, Mystic Experience over rhymes, no, rhymes in beats. Yes, indeed, give you what you need. I said it before, I do my deeds, do my work. I take all your people back to church. Wat sport er volgens jou aan in Rotterdam? Ja, ik denk toch het competitie sowieso onderling en het eenheid, dat mis ik in Rotterdam. Je hebt kampen of eilandjes, die hebben weer groep aanhang, die hebben weer de aanhang. En als je niet in een bepaalde groep zit, ja, dan je kan doop zijn, maar die groep, een ander eiland, is niet down met jou dan. Maar hey, dat is meer, en dat vind ik, ja, in Rotterdam moet dat gewoon stoppen, in Rotterdam moet gewoon of één. En dan ook Amsterdam of weet ik van waar je vandaan komt. Gewoon één. En hiphop is sowieso al in Nederland al klein. Weet je, het moet sowieso eenheid worden. Maar ja, voor Rotterdam, wat ik weet, is gewoon te veel eilandjes. Waar bestaat jouw eiland dan uit? Ik denk het is echt een klein eiland. Weet je, het is echt I&I, ik en ik, eilandje. Kijk, ik ben down met iedereen, dus ik heb mijn brug. Dus ga naar die eiland. Ga naar dat andere eiland. Ik wil liefst toch dat iedereen gewoon bij elkaar, maar ja, soms lukt dat niet. Sommige mensen, ja, zijn niet goed met elkaar of omstandigheden of zo. Maar het liefst wil ik gewoon dat iedereen gewoon met elkaar samenwerkt en ja, muziek maakt, weet je. Het gaat toch om het muziek maken. So MC wanna battle me, they got caught in the edit. Soon, whatever, what, I be blooming. No, I be growing, I be glowing. Yo, even in the dark, yeah, I see me sparking. So now you know I never acting hard.